Dit is de iPhone XR, de telefoon die Apple in september aankondigde en net in de winkels ligt. Het topmodel de XS, die was al eerder beschikbaar en velen zeggen, nou je kan net zo goed deze goedkopere XR kopen. Maar is dat echt zo? Mijn collega Ilona die maakt dan een review van de iPhone XS. Nou, deze video gaat over de XR. Ik zal vaak verwijzen naar de XS, dus kijk vooral ook die andere video en de review op onze website. Nou, toen Apple klaar was met het bedenken van de iPhone XS, toen dacht ze zelf ook, hij is wel een beetje prijzig, dus laten we proberen een goedkopere te maken. Nou, dat is toch aardig van Apple. En het werd deze iPhone XR. Een opmerkelijk verschil, het is een tussenmaat. De XS die is 5,8 inch, de XS Max die is 6,5 inch en deze is 6,1 inch. Nou, Apple laat je normaal gesproken niet zoveel kiezen. De XR die is daarnaast ook nog in allerlei kleuren verkrijgbaar, net als ooit de iPhone 5C. En wij kozen nu voor de meest saaie kleur. Het scherm loopt net als bij de iPhone 10 door tot de rand, maar de rand is wel een beetje dikker. Dat komt deels omdat Apple een LCD-scherm gebruikt in plaats van een OLED, zoals dat in de iPhone XS zit. Nou, dit LCD-scherm heeft ook nog wat minder puntjes per oppervlakte. Het zijn er zelfs evenveel als ooit met de iPhone 4. En verder heeft LCD ook niet dat hoog contrast en ook niet dat hele mooie diepe zwart van een OLED-scherm. Nou, maakt dit het nou tot een slecht scherm? Nou wel, nee, het is in praktijk eigenlijk gewoon een heel goed scherm. Alleen als je je toestel wel eens in combinatie zou gebruiken met zo'n VR-houder, ja, dan is een iPhone XS wel beter. Maar ja, niet zoveel mensen zullen dat doen. Sinds de iPhone 6S heeft elke iPhone 3D Touch. Maar bij dit model heeft Apple het juist weggelaten. Het scherm is dus niet meer drukgevoelig. Nou, wie 3D Touch nooit gebruikte, die zal het niet missen. Maar wie het wel gebruikte, die zal zich misschien afvragen hoe je nou ooit zonder kan. Nou, in de meeste gevallen kun je door je vinger langer op het scherm gedrukt te houden hetzelfde effect bereiken. Maar niet altijd overigens. Een preview van een link, dat gaat dus niet zonder 3D Touch. Het toestel voelt wel wat zwaar aan en dat klopt ook, want hij is ook echt een stuk zwaarder als je hem vergelijkt met andere toestellen van dit schermformaat. Hij is ook wat dikker, nou, dat vind ik geen probleem, want er past ook een wat grotere accu in. En die accu die is ook echt groter dan die in bijvoorbeeld de XS. En andersom, die van de XS die is juist echt een stuk kleiner dan andere telefoons met dezelfde schermformaat. Alles bij elkaar voorspelt het in ieder geval een goede accuduur. Maar dat gaan we natuurlijk nog testen. De glazen achterkant die maakt het in ieder geval mogelijk om draadloos op te laden. Een snellader dat kan ook, net als bij de XS. Maar zo'n lader die zit er dus niet bij. En dat is natuurlijk wel een beetje karig van Apple. Helemaal opladen van leeg tot en met helemaal vol, nou, dat duurt dus ook wel even. Hier aan de achterkant vinden we ook nog de camera en die is anders dan die van de XS. De XS die heeft twee camera's en deze heeft er dus maar één. Nou, die tweede camera wordt bij de XS gebruikt om een mooie onscherpe achtergrond te maken. En hij is ook bruikbaar om een heel klein beetje in te zoomen. Maar dat laatste dat werkt alleen als er goed en veel licht is. De XR die heeft dat dus niet, maar toch is de hardware wel sterk verbeterd ten opzichte van de vorige iPhones met een enkele camera. Daarnaast doet die camera software ook al heel veel slims. En op die manier kun je dus toch een behoorlijk goed onscherpe achtergrond bereiken. De resultaten die zijn indrukwekkend, maar ja, fotografen die weten waar ze op moeten letten. Nou, die zullen het verschil met de foto's van een echte camera toch wel gelijk zien. Overigens werkt dat onscherpe achtergrondeffect echt alleen maar met gezichten, dus niet met katten of andere huisdieren. Misschien wordt dat later nog wel anders, of kan je dat met een andere camera app wel op die manier bereiken. Net als bij de iPhone XS kun je in stereo opnemen en kun je ook in stereo muziek afspelen. Veel van de onderdelen in de XR die komen overeen met de XS. En is die XR nou eigenlijk gewoon een goedkope versie van de XS? Nou, ik denk het niet. Ik heb natuurlijk al wat verschillen genoemd, maar eigenlijk is er nog wel een lange rijtje met verschillen. De iPhone XS is op allerlei fronten beter, maar dat is vooral voor mensen die heel erg op details letten belangrijk. Verder blijft er met de XR juist een hele goede smartphone over. Trouwens, de in groen gekleurde verschillen die hebben te maken met toekomstbestendigheid. Want er is wel een kans dat de XS net wat bruikbaarder blijft in de verdere toekomst. Is deze iPhone XR nou een goede deal? Nou, ten opzichte van de iPhone XS is iets al snel een goede deal, dus ja. Maar voor Apple is het gewoon een instapmodel, net als de iPhone 8 van vorig jaar. Deze XR is wel een grote stap vooruit ten opzichte van die iPhone 8. Verder moet je bedenken hoe lang je met een telefoon kan doen. Stel, dat is 5 jaar na de introductie.
De iPhone 7 en de iPhone 8 die zijn ook nog steeds te koop, maar daar kan je er nog maar 3 of 4 jaar mee doen, want die zijn al eerder geïntroduceerd. Als je dat uitrekent met de huidige prijzen, dan zijn eigenlijk alle instapopties even duur per jaar. Het maakt dus niet uit of je de iPhone 7 of de iPhone XR kiest. Maar kies je de XR, dan heb je wel alvast die mooie camera, bijvoorbeeld. Ik noemde al de accuduurtest, maar we testen natuurlijk nog veel meer. We kijken ook naar zaken zoals ontvangstkwaliteit. We doen ook valtests. En de resultaten van al die tests, die verschijnen natuurlijk binnenkort op onze website. Hou die dus in de gaten.